Hey, hallo! Welkom bij een nieuwe video. Voordat ik terug naar huis ga, dacht ik, weet je wat? Ik ga nog één video opnemen. Deze video. Zodat jullie nog wat meer te kijken hebben. Omdat ik natuurlijk zaterdag niet kan streamen. Omdat ik waarschijnlijk super jetlagged ben. Dus ik dacht, deze video. Dus dan hebben jullie toch een beetje content. Zo ben ik gewoon. Oké, wat deze video in gaat houden is, ik ga jullie laten zien alle spullen die ik gratis gekregen heb of gekocht heb op TwitchCon. Dus alles wat ik in Amerika heb gehaald, denk ik. Ja, dat ga ik nu doen. Laten we beginnen met mijn huidige shirt. Die heb ik gekregen van PUBG Chicken Tonight. Eigenlijk kreeg je die gewoon als je de zaal inging, kreeg je deze. Ze hadden hem alleen nog maar in maatje XL, dus het is echt een jurkje. Nu heb ik mega veel bandana's. Eentje heb ik uitgepakt. Hier heb je hem. Of is deze van Robin? Deze van Robin. Maar ja, bandana's van PUBG. En daar heb ik er dus mega veel van gekregen. Enorm veel van deze dingen. Dus ik moet even uitzoeken welke ik precies hou, welke ik precies weggeef. Verder nog een t-shirtje. Ook maatje XL, want de rest was allemaal al weg. Dit is Have a Great Day. Staat erop. Die kennen jullie allemaal, want die shirtje heb ik al. Dus waarschijnlijk ga ik deze ook weggeven. Dan heb ik dit tasje gekregen van PUBG. Ja, het is echt zo'n loot bag, weet je wel. Dit kan ook nog open. Vet leuk. Echt een heel tof tasje. Kwam heel goed uit, want ik had die dag geen tas. En wel een hele hoop zooi gekregen. Dus ik kon mooi alles erin doen. En dit kregen alleen partners. Dus PUBG partners. Dus dat is mijn heel select groepje die deze tas heeft. Dus die is wel heel leuk om te hebben. En dan heb ik nog, ook alleen voor partners zoals dit, PUBG zweetbandje voor om je pols en om je hoofd. Wat super chill is, want ik ga binnenkort beginnen met tennissen. En dan komt hij heel goed uit. Heel handig uit. Nou, verder hadden we nog een swagbag van TwitchCon zelf. Deze kreeg iedereen die meedeed of naar TwitchCon ging. Dus iedereen die daarheen ging, die een kaartje gekocht had, die kreeg deze swagbag. Dus dat is dit tasje van TwitchCon 2018. En daarin zat een shakebeker van Twitch en G Fuel. Maar Twitch erop, dus dat is wel echt super cool. Ja, er zitten altijd heel veel flyers en zo, van allemaal codes. Volgens mij zit er ook gratis bits in om hem weg te geven. En een stok kaarten en wat zijn dat? Sleutelhangers, die en die. Superleuk. Dus, en ook nog van nog een stok kaart. Ik weet eigenlijk niet wat het is. Dat zat er ook in. Maar dat is dan niet van Twitch. En dit is wel van Twitch. Dus dat zat in die swagbag. En nog wat kortingscodes voor het een en ander is. Heel cool. Dan kregen we op de TwitchCon Discord Partner Party. Nee. TwitchCon Partner Twitch Partner Party. Kregen we deze coloring book. Super leuk. Ik hou van kleuren. Dus ja, het staat allemaal emotes, blooper. Ja, je kent ze wel. Alle emotes en ja, van alles. Echt super leuk. En die kun je inkleuren. Die ga ik aan mijn moeder geven. Hier, die heb ik er twee van meegenomen of zo. Want Bas hoeft hem niet. Hihi. Dan kregen we nog deze tas. Dit kreeg iedere Twitch partner. Die kreeg een blauw of een paarse. Ja, er staat ook partner op. Kijk maar. Partner. Tas. Tadaa. Echt super cool. Het is echt een super stevige tas. Het is dat ik niet meer naar school ga. Maar anders had ik deze zeker als tas naar school gebruikt. Nou, staat hier achter ook nog heel veel. Nou ja, dit had ik gekocht om mijn camera op te laden. Dus dit is een universele lader. Dus super chill. Anders had ik geen één video kunnen maken. Want ik had mijn lader niet bij me. Die heb ik al op Schiphol gekocht trouwens. Telt dat dan? Nee. Dit t-shirtje van Amazon Game Studios. Heel leuk. Dus ik kom weer om in de t-shirtjes. Dit t-shirtje, PUBG, nog een ander PUBG stukje. Ja, die trainingsbroek die ik heb gekocht, die ligt al in. Die staat al klaar daar. Dus die ga ik niet meer verfrommelen. Dus die heb ik ook nog. Kijk, en deze twee. Ik heb er nog twee. Even kijken van die coloring boekjes. Misschien heb ik er nog wel één weggegeven. Nou, heb ik nog een beanie. Ik ben obsessed met beanies. Dus deze ga ik ook heel veel op hebben waarschijnlijk.
En even kijken. Oh ja, voor Nikki had ik een trainingsbroek gekocht. Dit was allemaal in de merch store van Twitchcom. Kijk, Nikki heeft altijd van dit soort broekjes aan naar zijn werk. En hier staat dus dat logo op. En ik heb deze dan in het grijs, maar dan zwart. Dus ik hoop dat Nikki wel Twitch wil representen in de sportschool. En dan heb ik heel veel van deze, die ik niet open ga maken nog. Want deze ga ik weggeven op stream. Dit zijn wijnglazen zonder steel, zo noemden ze. Twitch wijnglazen zonder steel. Dus Twitch glazen, plastic. Maar er zit dus geen steel aan. Dus het is echt zo'n water... Ik vond het meer een waterglas. En ik vond het superleuk, omdat het van Twitch is. Weet je, superleuk om weg te geven. Hebben jullie er ook nog iets aan en zo? Dat ik hier ben geweest. Dus dat. En ik heb nog een hele tas vol met Bath & Body Works spullen. Daar ga ik echt niet alles van laten zien, want dat is gewoon een hele shoplog op zich. Maar één ding wil ik wel even laten zien. Dit zijn voornamelijk souveniertjes hoor, voor mijn moeder en zo. Dit is mijn favoriete body lotion. Die gebruik ik ieder jaar, haal ik ieder jaar opnieuw in Amerika. Ik kan echt niet zonder deze. En ik heb twee kaarsen gekocht. Super lekker. Leaves, die heb ik altijd in het klein gehad. En die heb ik dus nu in het groot. Met drie lontjes. Oh, dit is eigenlijk zo hemels, hè. Maar ja, het is wel veel kilo's. En ik heb er nog één. Maar ja, die zit weer helemaal onderop. Dus dan laat ik jullie daar vooral niet mee lastigvallen. En dat was een beetje... Ja, en ik heb enorm veel kaartjes van iedereen gekregen. Dus van deze businesskaartjes. Ik heb er bijna geen zelf uitgegeven. Ik vind het altijd een beetje stom. Maar ik vind het wel leuk om ze te krijgen. Want dan kijk ik erop en dan gooi ik ze weg. Maar dan heb ik ze wel gezien, weet je. Dat ze altijd... Iedereen heeft er altijd zoveel tijd in gestoken in hun businesscards. Dus dan vind ik het altijd wel leuk om even te kijken. Maar ja, je doet er verder niks mee. Het is niet dat ik via die businesscards dus even streams ga zoeken op Twitch. Maar dan weet je wel wie je gesproken hebt. Dus dat is wel leuk. En dan hebben we ook nog heel veel foto's. Deze, hier heb ik ook nog een shirtje van. Geen idee waar die heen gegaan is. Deze foto, die heb je misschien wel voorbij zien komen op Instagram. En ik heb nog Twitch Sings gedaan, waar ik ook weer foto's heb gekregen. Ja. Hoe ga ik dat allemaal meekrijgen, jongens? Echt zoveel. Wacht even, ik zal het even laten zien. Kijk hoeveel. En mijn koffer zat al vol, hè? Nou, als ik niet zondag terug ben op Twitch, dan hebben ze me waarschijnlijk tegengehouden bij de douane. En mag ik niet zoveel spullen meenemen. Kan iemand dan mijn moeder bellen, alsjeblieft? Oké. Okay. Nou, oké, ik had de video afgesloten. En toen kwam ik nog iets tegen wat ik gekregen heb op TwitchCon. En dat is namelijk deze goodie bag van Discord. Op de Discord party. Wat trouwens een ruk party was. Want Bas kon niet naar binnen. Dus we hebben alleen de merch opgehaald en zijn toen weggegaan. Wacht, ik ga het even laten zien. Kijk, wat er... Ik doe het even in vlogstijl hoor. Wat daarin zat was dit kussen van Discord. Dat echt super zacht is. Waar ik heel blij mee ben. En... oh ja, dit is het t-shirtje van... Van dat ene feestje waar we nog heen waren geweest. Oeh. Heel simpel. Maar ze hadden wel als enige ergens een keer een XS shirtje. Van deze app. Misschien dat ik daar nog wel... Dat je daar wat vaker mee van gaat horen nog in mijn stream. En een Discord shirtje. Ik ga het laten zien. Kijk. Discord shirt. En op de achterkant staat Discord official pre-party. Official unofficial pre-party. Oh, het voelt alsof het nog iets... Nee, dit is gewoon een zwart tasje. Maar ook nog dit tasje dus. Dus ja, dit zat er ook nog bij. Dankjewel voor het kijken. Geniet van jullie weekend. En ik ga gauw deze video editen. En dan ga ik morgen weer terug naar Nederland. Super veel zin in. Daar kan ik een klein beetje aan mee. Maar ik ben wel heel dankbaar voor dit tripje. Echt super leuk. Ik had het voor geen goud willen missen. Dank jullie wel voor het kijken. Voor de support. Vergeet niet een like te geven aan deze video. Vergeet niet te abonneren natuurlijk. En een comment hieronder achter te laten. En ik denk dat de volgende video... Ga ik denk ik iets weggeven. Dus vergeet niet te abonneren. Zodat je niet die volgende video mist. Dankjewel voor het kijken. Tot de volgende keer. En doei.